Niet alle bijzondere planten hoeven zeldzaam of op een andere manier bijzonder te zijn. Dit is een, wat ik in mijn hand heb, is een heel gewone plant die je overal kunt vinden en die in augustus en september bloeit. Maar het bijzondere aan deze plant merk je pas als je een blaadje eraf trekt en je ruikt. En dan krijg je dus in één keer wel een ervaring van het feit waarom deze plant bijzonder is. Hij ruikt namelijk zo sterk dat je bijna een shock ervan krijgt. En die geur die je ruikt, die komt van etherische oliën. En die oliën die hij maakt, die hebben een hele sterke werking. Die maakt hij namelijk omdat hij niet door rupsen en insecten opgegeten wil worden. En dat werkt dus heel goed, want je vindt nooit insecten die op deze plant aan het vreten zijn. Maar die oliën hebben ook een andere werking. Je kunt namelijk deze plant heel lekker voor de ingang van je deur hangen of in huis hangen. En de geur die hiervan afkomt, die houdt dus muggen en vliegen en andere ongewenste insecten op een hele natuurvriendelijke manier in de hand. En zelfs je kan het ruikt, die olie ruiken zo lekker dat je het in de wc kan hangen tegen nare luchtjes. Dit plantje heet boerenwormkruid. En de vliegen, oh en trouwens ook motten. Je kunt hem tussen kleren in de wasmand hangen of in de klerenkast hangen, ook nog tegen motten. Dat werkt hij ook nog tegen. Maar hij heet dus niet voor niks boerenwormkruid, want een stof wat je hier niet kan ruiken, maar die wel bevat, dat is een alkaloïde. En dat is eigenlijk een soort gifstof, maar niet zo giftig dat je er wij van doodgaan. Deze stof heet boerenwormkruid omdat men dit vroeger gebruikte als middel om wormen kwijt te raken. Zowel bij dieren als bij kinderen. Iedereen die kinderen heeft, die weet het wel eens dat je kinderen, als ze veel met hun handen in de zandbak of in de grond spelen, dan krijgen ze vroeg of laat van die wormpjes. Nou, als je dus een thee trekt van deze plant, niet te sterk en niet te zwak, dan kun je dus daarmee wormen aftrekken. Ik heb het gevoel dat het stofje wat je tegenwoordig haalt om wormen kwijt te raken, wat je bij de apotheek haalt, eigenlijk het chemisch nagemaakte stofje is wat mensen uit deze plant vroeger vanzelf trokken.